Hey, ik ben Anthony van Gitaarkijking Studio. Welkom op deze video. Hier zullen we het hebben over de zeer belangrijke gitaartechniek, de string bending techniek. En als je nog niet weet wat de correcte techniek is om deze uit te voeren, zal dit wellicht zeer goed kunnen helpen. Dus de string bending techniek is eigenlijk, zoals het woord zegt, een techniek waar dat we de snaar gaan opdrukken. Maar als je dit probeert uit de kracht van je vingers te doen, dan zal je wellicht ondervinden dat dit moeilijk is. Omdat bij een stringband het zo is dat we eigenlijk de exacte toonhoogte moeten benaderen van wat dat er in de tablatuur staat vermeld. Dus bijvoorbeeld bij een full band, dan gaan we eigenlijk de snaar gaan opdrukken van een bepaalde noot naar een volgende noot. En afhankelijk van dus de halfband of de fullband die in de tablatuur staat vermeld, weten we hoe hoog dat we moeten drukken. Dus bij een fullband bijvoorbeeld moeten we eigenlijk een volledige toonhoogte, een volledige full tone gaan stijgen. Vandaar dat er ook bij de fullband full staat vermeld bij de band. Dus het staat eigenlijk in de tablatuur een boogje, een pijltje naar boven met full erboven. En dus als we hier bijvoorbeeld de G-snaar, de D-noot als voorbeeld nemen, dan moeten we bij die full band eigenlijk op de E-noot terechtkomen qua toonhoogte. Het is niet dat we geografisch met onze vingers naar die E-noot gaan schuiven, maar we gaan de snaar dus opdrukken, maar die moet klinken zoals de E-noot. En je hoort dat die twee dezelfde toonhoogte hebben. Dus dat is eigenlijk de full band. En om deze correct uit te voeren, gaan we deze, dus zoals dat ik dat juist al zei, niet met de vingers uitvoeren, niet gaan drukken uit de vingers. We gaan eigenlijk gewoon onze duim rond de hals leggen. Zoveel mogelijk vingers op een rijtje zetten, dus zeker met minimum twee vingers opdrukken zou ik aanraden. En dan gaan we eigenlijk dus niet drukken uit de vingers, niet dit doen, maar we gaan een roterende voorarm beweging gebruiken. Dus denk eraan alsof dat je appelsin perst of een ronde deurknop opent. Dat is eigenlijk de beweging. En het rotatiepunt dat ligt rond onze duim. Die kunnen we gaan gebruiken als een soort hefboom. Dus eenmaal dat je vingers op de snaar staan en de duim rond de hals, gaan we gaan roteren rond de duim. En dat is eigenlijk de beweging waaruit dat we de band gaan doen. Waarom? Omdat uit de vingers kan je het ook doen. Maar het is veel harder duwen. Je hebt niet dat scharnierpunt die we nu met de duim rond de hals hebben. Vandaar dat heel veel gitaristen ook met de duim rond de hals spelen. Dat ze veel bluesy stuff doen. De stringbands, vibrato en zo. Band vibrato. Al die technieken gaan eigenlijk veel beter met de duim rond de hals. Dan heb je meer controle. Vandaar in het geval dat je veel pentatonische en bluesy runs speelt, kun je dus overwegen om die duim gewoon rond de hals te laten liggen. En dus eigenlijk die full band, die drukken we naar een volledige toon verder op. Dus een volledige toonhoogte gaan we stijgen. De half band, dat is eigenlijk aangeduid door een pijltje ook naar boven, maar dan staat er 1/2, dus half band. En dan gaan we eigenlijk maar een halve toon stijgen. Een half toon, dus een halve toon, dat is één vakje op de gitaar. Dus hier gaan we eigenlijk dan de band minder hoog doen, de snaar minder hoog opdrukken, omdat we hier op de E-mol willen terechtkomen in plaats van op de E-noot zoals daarnet. Dus nu willen we eigenlijk gaan targeten, gaan mikken op het achtste vakje, sorry, in plaats van het negende vakje. En die klinkt zonder dat we opdrukken zo. Altijd goed om even te controleren hoe dat die klank is. En dan gaan we die techniek terug met de duim rond de hals uitvoeren. Tot als we eigenlijk op de hoogste toonhoogte, het hoogste moment van die band, terechtkomen op de E-mol noot. Dat is eigenlijk wat ik nu speel is een pre-band. Ik ga eerst de snaar opdrukken en hem dan aanslaan. En dat is ook een goede oefening om te proberen direct die toonhoogte te benaderen. Dat vereist wel wat oefening.
Dus dat is de gewone noot. Nu een preband en ik probeer ervoor te zorgen dat die noot perfect klinkt zoals hij zou moeten klinken qua toonhoogte. En zoals ik zei, dat vereist oefening. Wat je zou kunnen doen is met een stemmertje oefenen. Zo van die clip-on tuners kan je gebruiken. En dan kan je kijken als je bijvoorbeeld een bepaalde noot speelt, zoals de E-noot. En deze staat perfect in tune op het stembakje. Stemapparaatje en dan speel je ook de D-noot van waar dat we de band doen vertrekken. En dat is perfect de D-noot. Dan zouden we eigenlijk het stemmertje kunnen gebruiken om ons te helpen om de juiste toonhoogte te gaan bepalen. Dus dat is de string bending techniek. Er zit daar nog heel veel meer achter. We gaan nu in deze video het hierbij laten, maar schrijf je zeker in op de nieuwsbrief. Dan krijg je alle in-depth info over deze en andere technieken. En we gaan eigenlijk ook dan nieuwe video's maken op het YouTube kanaal. Dus mocht je nog niet gesubscribed zijn, zeker even subscriben. En neem ook even een kijkje in het bluesgitaar e-book die je kunt downloaden op de website gitaarles.be. Dus mocht je die nog niet hebben gedownload, vind je het bluesgitaar e-book gratis download op gitaarles.be.